welkom bij een gloednieuwe vlog. Wij staan hier, ik ben hier met Max. Dit is dus de gast waarbij ik eerste ben geworden in Split Vinter Rio. Ja. Oké. Nou, we moeten wel snel weg hier, want... ze kunnen ons zo zien. Ja. Zal ik Mar bellen? Huh? Ja, kijk, Frank. Ik ga Mar bellen. Ja, Frank, waar ze zijn. Ik sta hier maar gewoon bellen. Jongens, Frank. Ik heb geen telefoon meer. Nee. Heb je Emiel? Ja, zeker. Oh, Emiel heeft zijn telefoon mee. Gewoon bellen. Jongens, we moeten anders op. Hoi. Oké. Gewoon vragen wat hij aan het doen is, oké? Ja, ik ga gewoon waar die heen, waar die nu is. Maar ze kunnen hier ook gewoon al, ze kunnen hier ook gewoon. Hoi. Hey Emiel, waar ben jij? Want buur spelen? Waar ben jij? Ja, ik ben gewoon thuis. Waar ben jij? Niet chill, dames en heren. Holy damn. Ze staan voor mijn huis. Oh, hier camera, we gaan rennen. Dan kunnen ze elk moment hier zijn gewoon. Ja, oké, we gaan gewoon rennen. Yo, nee, maar ik weet een plek, volg mij. Oké. Waar is Marvion? Max, ik hou Max. Max, ik bedoel Max. Ja. Gast, ik heb een plek! Echt, daar moet je heen! Ik heb een plekje! We moeten wij gaan over de school, we willen over de school. Nee, maar, gast, wat de fuck? Nee, we moeten het pennybord daarop leggen. Nee, maar je moest hem tillen. Ja? Oké, go. Nee, tillen, dat lukt toch niet? Ik moet sturen. Gast, maar ik weet een plekje waar ze ons dood kunnen vinden. Wie is dit? Emiel. Neem mijn jas. Maar ga
dus gewoon meteen dan, oké? Oké, doei. Tot zo! Gast heeft opgehangen. Nog een keer bellen. Yo! Dit is bij mijn buurt! Ze zijn echt niet bij me. Waar ben je? Ik ben in Nifterlaak. Kom hierheen. Waar ben je? Waar? Ik ben daar, zeg maar, hier. Kijk, dit is zeg maar waar de uitgaat. Daar sta ik nu. Blijf maar staan. Ja, oké, ik blijf hier. Tot zo. Oké, ze komen dus hierheen. Ze hebben gewoon niet door dat ik hun help. Dit is zo leuk. Ze hebben echt niet door dat ik hun kan helpen. Oké, ik mag nergens heen. Het begint nu best hard te regenen. Het begint nu echt heel hard te regenen. Ik hou mijn hand een beetje hier, dat de camera niet heel erg nat wordt. Kijk, het regent echt. Nou, jullie zien het niet op camera, maar mijn stuur, mijn ding, is echt helemaal... Oh, het is gelukkig een beetje minder. Maar die gasten, die hebben me door. Ze hebben me door. Ze weten gewoon dat ik hun help. Ik zat dus hier in Nifterlaken. Ze hebben door dat ik hun help. Maar misschien val ik nog meer op als ik nu aan het vloggen ben. Oké, dus misschien... Oké, ik zie ze volgens mij. Volgens mij zijn dat ze. En nu gaan ze sowieso zeggen. Heb jij Max, Olivier en Fabio gezien? Ik ga sowieso zeggen. Zijn dat ze? Jullie zien het niet zo heel goed. Maar kijk, er rent daar iemand in een oranje jas. Die rent keihard hierheen. Oh, dat is een politie iemand. Bel Emiel. Yo, hallo? Waar zijn jullie? Nee, ik ben bij jou thuis. Ja, maar gast, ik zei toch dat ik in Nifterlaken was? Maar waar is dat? Dat is bij die dokter, weet je wel. Dokter? Ja, bij die grote speeltuin. Grote speeltuin? Je moet het even... Weet Marpion het ook niet? Nee, maar ga naar de Michiel Ruiten. Nee, maar bij dat rode... Bij
kamertjes zijn. Vader Ramon, daar... Ja, in welke straat? Hoeveel? Waar Joshua woont? Waar Jana woont? Waar? Hier gewoon bij de dokter, dicht bij Ramon. Bij de dokter, bij het rode gebouw ben ik. Wat? Ik ben bij het rode gebouw bij de dokter. Oké. Doei. Ze hebben geen idee wat ik bedoel. Dus ik sta hier eigenlijk een beetje voor niks te wachten. Het begint alweer wat harder te regenen nu. Ik dacht echt, zij begrijpen wel wat ik bedoel. Maar nee. Ik dacht, dat kennen ze wel. Ik heb wat naar achter hoor. Mijn stuur. Niet normaal hoe nat hij is. Waar zijn die gasten? Er zitten echt heel veel druppels op mijn camera. Zo. Het begint echt heel hard te regenen. Hoor ik ze? Volgens mij hoor ik ze. Nee, dat zijn ze niet. Bel Max. Ik bel Max. Ze hebben hun gevonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later.